In deze serie testen Tom en Mats alles van Amerika. Van fastfood tot winkelketens en alles eromheen. Je ziet het allemaal hier in Tom en Mats in Amerika. Hoi, mijn naam is Tom en achter de camera staat Mats. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Tom en Mats in Amerika. Vandaag sta ik hier voor een echt Amerikaans huis en ook een hele Amerikaanse auto. En ga ik een auto- en huistour doen. Jullie hebben heel vaak gevraagd van, hey, je hebt een jaar in Amerika gewoond. In wat voor huis heb je gewoond? En kun je dat huis een keer laten zien? Nou is het toevallig zo dat Mats en ik nu ook weer in datzelfde huis verblijven. Het is een heel erg groot Amerikaans vrijstaand huis. En wij gaan vandaag een grote tour doen door het huis. En wat je ongeveer kan verwachten zijn heel veel badkamers, heel veel Amerikaanse dingetjes. En nog iets heel leuks, dat is namelijk dat je het hele huis kan besturen met Siri. De lampen, het zwembad, de tv, de muziek, alles. Dat ga ik je ook laten zien. Maar laten we eerst even om ons heen kijken. We staan nu in een echte Amerikaanse buurt. En zoals je ziet is hier gewoon heel erg veel ruimte. Heeft bijna iedereen een vrijstaand huis. En het is niet zo dat alle Amerikanen zo leven. Maar het is wel best wel normaal om een zwembad in je huis te hebben, in je tuin. Terwijl in Nederland moet je er eigenlijk echt wel rijk voor zijn. Dus iedereen woont heel erg uitgespreid. En een van die huizen in deze buurt is dus het huis waar ik een jaar heb gewoond. Om precies te zijn, daar boven bij dat raampje was een jaar lang mijn slaapkamer toen ik hier naar een Amerikaanse high school ging. Maar eerst de auto. We hebben een auto gehuurd. We hebben per ongeluk een auto gehuurd van 95.000 euro. Was niet helemaal de bedoeling, maar ze hadden de auto niet meer die we moesten hebben. Dus toen kregen we deze. Ik denk niet dat iedereen van jullie een autofreak is, dus we gaan het heel erg kort houden. Maar we doen toch een kleine rondleiding door onze reusachtige Amerikaanse auto. Ik ben bijna 1,90 meter. En deze auto die is gewoon hoger dan dat ik ben. Die is gewoon 2 meter hoog. Mats leek al helemaal klein bij deze auto. Jij bent zo klein vergeleken met die auto. Wat heeft deze auto eigenlijk niet? Hij remt voordat je op een andere auto knalt. Hij zorgt dat je binnen de lijnen blijft automatisch. Hij kan zelfs andere auto's volgen. Je hoeft eigenlijk bijna niks meer zelf te doen. Hij stuurt gewoon zelf. En hierachter hebben we ook nog 2 stoelen. Wauw. En het mooie is dat alles automatisch werkt. Dus je kunt hem gewoon op afstand starten of bijvoorbeeld de klep openmaken. Kijk dan, dat is toch niet normaal. Alles in die auto gaat vanzelf. Hierachter heb je nog 2 stoelen. Die kun je ook weer naar beneden doen. Ik weet verder echt niks van auto's af, dus kan je ook niet echt vertellen hoe het zit met de motors en zo van deze auto. Het gaat allemaal best wel vanzelf en zo. Gio, jouw auto is echt klein vergeleken met deze, sorry. Oké, zijn we klaar met het autogedeelte? Hebben we lekker kort gehouden? Gaan we nu natuurlijk naar hetgene waar jullie echt op hebben gewacht. Het Amerikaanse huis. Beginnend bij de brievenbus. You got mail. Hier komt het leuke. Als je iets wil verzenden, hoef jij je brief niet naar het postkantoor te brengen. Maar kun je gewoon hier je brief in doen. Of je pakketje. Doe je deze omhoog. En als de postbode langs rijdt, dan weet hij dat jij iets wil verzenden. Dan haalt hij het eruit. En dan zorgt hij dat het verzonden wordt. Gaan we nu naar de front porch. Hier hangt een Amerikaanse vlag. Mensen in Amerika zijn best wel nationalistisch. Dan moet ik zeggen dat het bij mijn gastouders wel meevalt. Nou, dit is de front porch. Wat ook heel leuk is om te weten, is dat wanneer je in Amerika een groter pakketje bestelt van Amazon of iets, dan dumpen ze hem gewoon voor je huis neer. Iedereen is daarvoor verzekerd. Maar er wordt niet aangebeld. Er wordt niet bij de buren afgeleverd. Ze dumpen het gewoon hier. Vandaar dat je ook wel eens filmpjes online ziet van dieven die het voor het huis wegjatten. Maar dit is eigenlijk helemaal niet de deur. Ook al is dit de voordeur, dit is nooit de deur die wij gebruiken om naar binnen te gaan. Dus we gaan nu heel even om het huis heen lopen. En dan laat ik je zien waar de ingang van het huis is. En dan is hier de welbekende garagedeur, zoals je hem vaak ziet in Amerikaanse films. En de deur. Alle deuren hier werken trouwens met codes. We hebben nooit een sleutel nodig. Maar er is nog iets veel leukers. Ik kan namelijk de garagedeur openmaken met Siri. Hey Siri, please open the garage door. Your garage door is opening. Hey, tada! Zijn we nu in zo'n echte Amerikaanse garage? Die herken je misschien ook wel uit films, et cetera. Vaak in films zijn hier bandjes aan het optreden of gebruiken ze dat als repetitieruimte. In ieder geval, dat herinner ik altijd aan films. Mats herinnert het uit videoclips van wie weet ik niet. Gaan we nu door die deur naar binnen. Hierachter is trouwens het zwembad, maar dat bewaren we tot het allerlaatst. Nou, staan we nu in de keuken. Ik vind het hier eigenlijk nog een beetje donker, dus ik zoek heel even mijn telefoon weer. Hey Siri, close the garage door. Hey Siri, turn on the lights in the kitchen. Wauw, mensen, wat is dit? Oké, dit is de keuken. Hier heb je een soort van drankkast. Hier aan deze zijde heb je een, hoe noem je dat? Een voorraadkastje. Wat heb je hier onder andere allemaal? Natuurlijk een hele Amerikaanse koelkast. Fornuis, dit is best wel bijzonder. Ik denk niet dat veel mensen dit in huis hebben. Maar in Amerika vinden ze het nogal leuk om grote feestjes te geven. En met deze kasten kun je dus heel lang je eten warm houden. Dit zijn echte cateringkasten. Wat heel leuk is, Amerikaanse koelkast zit eigenlijk altijd zo'n gat in. Dat zie je in Nederland ook steeds vaker. Je drukt op ijsklontjes. En je doet er water bij. Ah,
zo verfrissend. Hou op hoor. Mats vindt het heel irritant als ik dit doe. Je hebt hier een magnetron en een oven, allebei reusachtig. Ga ik heel even laten zien wat er in de Amerikaanse koelkast zit. Ik weet niet wat het in elke Amerikaanse koelkast zit, maar dit is in ieder geval wat ik hier zie. Eigenlijk zie ik niet zoveel bijzonders in deze koelkast staan. Ja, hier staan wel een paar Amerikaanse dingen in de vriezer. Dit is ontbijt van Mats. Dat is zijn lievelingseten tegenwoordig. Echt niet. Nee, hij vond het niet heel lekker. Maar het zijn een soort van burgers van croissant, vlees, ei en kaas. Dat is echt een heel Amerikaans ontbijt. Dat kun je in de vriezer kopen en gewoon de magnetron opwarmen. Best wel ranzig. Dit heeft Mats nog niet geprobeerd. Maar dit is wel heel populair onder Amerikaanse kinderen. Peanut butter jelly sandwich. Deze zijn bevroren. Die gooi je dan in de tas van je kind mee. En dan verder zie ik ook niet heel veel bijzonders erin staan. Gaan we nu door naar een kleine leeskamer hier. Dit hier is een soort van leeskamertje. Zover ik weet gebruikt nooit iemand dit. Mocht je ooit die video op mijn kanaal hebben gezien die heet Amerikanen proeven Nederlands eten, dan ken je misschien deze ruimte, want dat is hier gefilmd. Nou, loop heel even hier naartoe. Dit is de entree van het huis. Dit is waar mensen binnenkomen. Dit is ook die deur, die voordeur die we net van de andere kant lieten zien. Hey, Matsie boy! Even mijn haar goed doen, jongens. Ja, moet altijd zijn haar goed doen. Komen we nu in mijn meest favoriete ruimte. Mijn meest favoriete ruimte is de huiskamer, mensen. Kijk even deze bank. Kijk even al deze ruimte die ze hier hebben. En het is er niet zomaar één. Een van mijn gastouders is namelijk heel erg van de high-tech films kijken. Surround sound, de bioscoopervaring in huis. Maar het mooie is, ze hebben dus tegenwoordig alles in de muur gebouwd. Dus je ziet hier niet alleen het scherm heel erg groot is. Maar je ziet hier ook dat alle speakers dus in de muur gebouwd zijn. Dit is een speaker. Hieronder zie je nog een speaker. Dit is een speaker. En als je goed kijkt, zie je hierachter in het plafond ook nog twee speakers. En het leuke is, ik kan dus ook gewoon met mijn telefoon alles aanzetten. Waar is mijn telefoon? Please play some Kanye West in the living room. Hoe sick is dit, mensen? Natuurlijk heb je hier gewoon een Apple TV. Mensen in Amerika hebben eigenlijk allemaal een Apple TV, zover ik weet. Wat ik net trouwens liet zien met mijn telefoon, dat was Apple Home. Dat is dat je door middel van Siri en alles wat aan jouw Siri en HomePod gekoppeld is, alles aan kan sturen. Maar ze hebben hier ook een Amazon Echo en die kan hele rare vragen beantwoorden. En die staat hier. Kijk maar, dat is hem. En ik ga heel even iets aan computer vragen. Who is the king of the Netherlands? The Netherlands king is Willem-Alexander. Ik weet niet of je het kon verstaan, maar hij zei the Netherlands prince is Willem-Alexander. Dat ding kan echt rare vragen gewoon beantwoorden. Bam, we gaan er nog niet naar het zwembad toe. We gaan nu laten zien waar je kan kakken. Dit is een van de drie toiletten. En dit is het toilet die je eigenlijk gebruikt als je gebruik maakt van het zwembad. Hier is een poeptoilet, hier is een staantoilet, super chill, die wil ik ook in thuis. En hier is een douche en je kunt hier gewoon rechtdoor doorheen lopen. Kom maar met me mee, dan ga ik je de muziekkamer laten zien. Maar, en daar is ook Jeff. Hey. Hello. Can we come in? Yeah. Oké. Zo, dit is Jeff, dat is een van mijn gastouders. En hier heb je allemaal hele toffe muziekinstrumenten, want mijn andere gastouder is heel erg into muziek maken. En hier staan ook computers, dat was het eigenlijk wel. Oké, hier achter mij is de slaapkamer en de badkamer en de inloopkast van mijn gastouders. In verband met privacy ga ik dat niet laten zien. Dan is daar een bad met een televisie en nog een Apple TV en nog een douche en nog een staantoilet en nog een normale toilet en nog twee spiegels met twee wasbakken en een hele grote slaapkamer. Dat is wat daar is, maar hey, privacy is ook een ding en ik heb gewoon niet het gevoel dat ik dat nu moet laten zien. We gaan nu naar boven toe, want daar verblijven Mats en ik. Dit huis is echt heel groot. Hou op met me. Nou, we lopen nu naar boven toe en hierboven is ook nog een badkamer en zijn nog 1, 2, 3 slaapkamers. Ik ga eerst even deze slaapkamer laten zien. Het is heel erg rommelig in deze slaapkamer en wij slapen er nu niet. Die kamer wordt namelijk verhuurd aan een van hun vrienden. Maar dit was dus ooit mijn oude slaapkamer toen ik hier in 2011-12 naar high school ging. Dus ik ga je gewoon heel even snel laten zien waar ik toen heb geslapen. Ja, verwacht verder gewoon een bende. Nou, dit is mijn slaapkamer ooit geweest. En in dit bed heb ik ongeveer 300... Mats roept, heb je 300 meiden gesext? Nee, ik heb hier 330 nachten geslapen. Ik vond hier nog een kleine herinnering aan mijn tijd hier. Namelijk een foto van mij en mijn ouders die ik toen heb meegenomen. Omdat ik toen 11 maanden lang op mijn 17e mijn ouders moest missen. Nou, dit is de slaapkamer waar ik nu verblijf. Dit is eigenlijk een van de guest bedrooms. Ik zet even mijn lijstje hier neer. Gewoon een mooie slaapkamer. Verder valt er eigenlijk niet zo heel veel te zien. Elke slaapkamer heeft ook nog kasten waar je kleding in op kan hangen. In Amerika is eigenlijk aan ruimte zeker geen gebrek. Gaan we door. Staan we nu in een echte Amerikaanse badkamer ook.
En wat er heel Amerikaans in is, ga ik even laten zien. Want het is ook het enige aan een Amerikaanse badkamer dat ik dan heel erg anders of heel raar vind. Is dat de wc anders doorspoelt. Ze hebben hier van die tornado wc's. En moet je kijken wat er gebeurt. Dit gebeurt in Nederland volgens mij niet. Ja, het is niet heel interessant, maar het is wel anders dan in Nederland. Net zoals de stopcontacten. Het is ook wel leuk om even te laten zien. Het is namelijk twee platte dingetjes. Dit lijkt op een gezichtje. Ik zie altijd een gezichtje daarin. Nou, gaan we nu in de kamer waar Mats een enorme teringbende heeft gemaakt. Dit is de kamer van Mats. En het bed waar wij alle camera's opladen, want we filmen hier natuurlijk veel meer video's. Zijn keihard aan het werken hier. Hij kan natuurlijk nooit slapen zonder zijn kleine babytje. Shut up, dat is een giveaway aan mijn kijkers. Dat is een giveaway aan je kijkers. Ja, dat zou ik ook zeggen. En dan hierachter nog een opslaghok. Er komt echt geen einde aan dit huis, mensen. Met ook allemaal muziekinstrumenten en boeken en andere dingen eigenlijk. Er zijn dus 3 badkamers, 5 slaapkamers. En volgens mij alles bij elkaar ook iets van 5 tv's. Het allermooiste heeft even op zich laten wachten, maar het is nu natuurlijk tijd om naar het zwembad te gaan. Waar wij maar altijd graag even een duik in nemen als we niet aan het filmen zijn. Maar voordat ik het zwembad laat zien, ga ik heel even iets anders doen. Het is namelijk in Amerika ook heel normaal, ook weer even een leuk weetje. Dat je gewoon, ook als je bij andere mensen thuis bent, gewoon de koelkast opentrekt. En gewoon je eigen drinken pakt, zonder dat eigenlijk te vragen. Dus ik ga nu heel even naar de koelkast toe in de garage. Dat is de tweede koelkast van het huis. Om even een blikje drinken te pakken. Ik vond het heel raar. Toen ik hier woonde waren er dus wel eens vrienden van mij. En die trokken dan gewoon in één keer de koelkast hier open. En ik dacht echt van, wat de fuck doe je? Maar blijkbaar is het dus heel normaal hier. Vindt het leuk om mij te editeren? Nee. Mats die wordt autistisch van kleine geluidjes. Oké, dan staan we nu in een hele grote tuin hier in het grote Amerikaanse huis. Met het gras en het zwembad. En het is allemaal heel nice. Daarachter staan een aantal barbecues. Er wordt hier ook vaak gebarbecued in de zomer in de tuin. En het allermooiste is natuurlijk gewoon het zwembad. Ja, wat kan ik er eigenlijk over vertellen? Behalve dat het gewoon een heel chill zwembad is en dat we hier heel veel uren hebben doorgebracht. En dat dit een hele chille plek is. Vooral omdat het hier in de zomer standaard eigenlijk gewoon altijd 30 graden is. Nou, ik denk dat ik nu eigenlijk wel alles van het Amerikaanse huis heb laten zien. En dat ik ook heel veel leuke dingen erbij heb verteld over hoe het is om in Amerika te wonen in een Amerikaans huis. Nu staat er nog één ding te wachten. Je keek naar een nieuwe aflevering van Tom en Mats in Amerika. Vergeet niet te abonneren om alle andere afleveringen te zien waarin we onder andere fastfoodketens testen. Maar ook bijvoorbeeld elkaars outfit shoppen in de Walmart. Zeg ik later, doe een duimpje omhoog, abonneer en... Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Tom en Mats in Amerika. Tot de volgende! Mijn linkerbal zakt het pijn, ik zweer het.